Je karakter. Hoe wil jij later gezien worden door je medesporters of medefamilieleden? En die zeiden over jou, ja, die sporter die heeft echt karakter. Kijk dan deze video waarin ik vertel over hoe je dat karakter kan vergroten. Hoi InDeZone Performers, ik ben Kars van InDeZone. En op dit kanaal deel ik wekelijks tips die jij kan gebruiken voor een betere wedstrijdvoorbereiding, meer in de zone momenten en de beste prestaties. Ben je nieuw? Word dan abonnee. In het boek Legacy van James Kerr, wat gaat over een rugbyteam, het Nieuw-Zeelandse rugbyteam, vertelt hij over een van de belangrijkste quotes die ze hebben daar zo. Never be too big to do the small things. Hoe groot je ook bent, doe altijd de kleine dingen die nodig zijn om resultaten te krijgen. In dit geval geeft hij een voorbeeld wat niet nodig is voor het resultaat, maar het wel gaat over we doen alles en niemand hebben wij nodig om naar ons terug te kijken. Hij vertelt namelijk over dat twee rugbyspelers na een belangrijke rugbywedstrijd op een WK, nadat ze klaar zijn in hun kleedkamer zelf met een bezem en een nap over de vloer heen gaan om de kleedkamer schoon te maken nadat ze klaar zijn, zodat de schoonmaaksters van het stadion het niet meer hoeven te doen. Ze zeggen, niemand hoeft naar ons te kijken, wij kijken naar onszelf en wij zorgen dat we alles regelen waar we mee bezig zijn. Wees dus nooit te groot om bepaalde dingen te doen en daarmee toon je wel een bepaald karakter. Neem als sporter dus altijd je verantwoordelijkheid voor het team. Doe wat er voor nodig is. Zeker in het begin of als je rookie bent, zal je misschien een aantal dingen gevraagd worden om te laten doen. Doe die gewoon. Laat zien, ik heb jullie jongens. Ik zorg ervoor dat wat er ook gebeurt, ik doe wat er voor nodig is om het team te laten zien. En hoe meer jij doet voor het team, hoe eerder jij gevraagd wordt voor andere dingen, misschien met andere spelers, maar ook in het eerste elftal en een basispas te krijgen. Want als jij laat zien dat je altijd doet wat er voor nodig is, dan laat je zien dat je karakter hebt en dan is de kans veel groter dat je meegenomen wordt in een eerste team of mee naar een bepaalde wedstrijd terwijl je er eigenlijk nog niet klaar voor bent, maar door je karakter ben je er veel meer klaar voor. Als je dan als hele team hetzelfde denkt als jou, dus dat iedereen denkt, ja, ik doe er alles voor om dit team te laten shinen, om ervoor te zorgen dat het team er altijd klaar voor is, niemand hoeft naar ons om te kijken. Als het hele team zo denkt en je gaat een aantal weken of maanden op die manier trainen en werken en op en rond het veld aan de slag, dan kan het niet anders dan dat resultaten uitblijven. Als jij altijd karakter toont, altijd door blijft zitten, dan komt er een keer een resultaat. Vraag jezelf dan bijvoorbeeld soms af, waarom kom ik elke week naar die sportschool toe? Waarom ga ik elke week naar mijn club toe? Waarom ben ik voetballer? Waarom ben ik judoka? Waarom ben ik rugbier in dit geval? Als je daarover na gaat denken, dan kom je met een aantal antwoorden over waarom jij die sport doet en waarom jij er zo graag beter in wilt worden. En als je die antwoorden hebt, dan weet je ook waar je beter in wil worden en waar je focus op moet leggen. Maar ook dat je elke keer jezelf herinnert, ja, hiervoor doe ik het. En wat ik ook anders moet doen voor het team, al is het buiten de sport om, ik doe er alles voor om dit team beter te maken. Want ik ben de ultieme voetballer of ik ben de ultieme judoka. De Latijnse vertaling van decide betekent wegsnijden of weghalen. Dus als jij een beslissing moet noemen, of als jij een beslissing moet doen, you decide, dan kies je voor een bepaald iets en de rest snij je weg. Welke gedragingen wil jij laten zien op je sportclub? En welke gedragingen die niet nodig zijn voor jouw sport en die niet relevant zijn en die weinig karakter tonen, snij jij weg. En ga jij mee aan de slag om alles te laten zien aan de medespelers en aan je trainers en aan jezelf. Om te laten zien wat je gaat doen. Jij beslist, jij decide. Dus wat er ook gevraagd wordt van je, ga het doen. Voel je niet te groot. Wees altijd iemand met karakter en ga erachteraan. Laat zien wat je wil. Laat zien dat je alles ervoor over hebt en dan komen de resultaten vanzelf. De vraag van de dag is, welke gedragingen wil jij laten zien om de karakter te tonen? Ik ben benieuwd. En word ook zeker abonnee, want in de volgende video gaan we het hebben over aanpassingsvermogen. Als je karakter hebt, dan kan je jezelf ook leren om aan te passen aan bepaalde situaties. En zeker nu we in corona zitten, is het handig om te leren aan te passen. Dus kijk zeker de volgende video. En als je nog niet abonnee bent, word zeker abonnee. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze video van In de Zone. Wil je meer van dit soort video's zien? Word dan zeker abonnee, zoals ik net al zei. Dan zie je meer video's die gaan over wedstrijdvoorbereiding, meer in de zone presteren en uiteindelijk jouw prestaties neerzetten. Ik wens jullie, ondanks dat er weinig wedstrijden zijn, toch heel veel in de zone momenten. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video van In de Zone.